Hey mensen, welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Minecraft op Thomas Games. Ik heb het net al opgenomen, alleen toen zat de geheugen van mijn computer vol. Opslag, zeg maar. Dus ik kon niks meer, dus toen stopte die uiteindelijk. Dus eigenlijk ik heb allemaal dingen, ik heb nog niet zoveel. Ik heb dit dichtgemaakt, het creeper gat. Met een mooie, ik hou een soort van stenen finishing touch hier zo. Schitterend, oké. Ik heb een beetje verteld ook wat het plan is voor vandaag. Wij gaan, aangezien ik maandag, dat is nieuw voor jullie. Maandag krijgen mijn vriendin en ik een kat, een katertje. En die gaat heten meneer Pluizenbroekje. Wat een lawaai. Meneer Pluizenbroekje gaat hij heten. Maar voor zijn vrienden is het gewoon meneer. En oh, wat een lawaai, joh. En ja, is goed hoor. En om dit heugelijke feit te vieren dat wij een kater krijgen, gaan wij een kat halen in de jungle. Een ocelot, en die gaan we vangen met een visje. En die hebben we ook al gevangen, dus dat hoef je... Ik had al wel gekookte vis, maar ik heb nu ook rauwe vis gevangen. Dus ik weet niet of je hem ook met gebakken vis. Gekookt. Is het gebakken of gekookt? Ik weet het niet. Er staat cooked fish, dus dan zal het wel gewoon gekookt zijn. Oh nee. Ja, en nu? Even kijken. Even kijken, ik kan geen wortels meer. Ik moet eigenlijk dingetjes in orde maken. Eventjes, het is zo'n chaos. Wacht even. Even kijken. Aardappels. Rot vlees, ja, daar ben ik. Ik moet eigenlijk alle natuurdingen, zaden, wheat, dit moet er ook. Ja, verder vind ik het wel mooi. Even kijken. En dan vind ik dat we een soort van beneden, hier moeten alle bruikbare spullen, echt dingen die wij kunnen gebruiken. Dus dingen als dit en kip en TNT misschien wel. Fakkels, string, ik weet het. En eigenlijk alle belangrijke en alle zeldzame dingen. Zoals deze. Oh. Zoals die. En dit. Oh nee, die mag wel. Die mag op zich wel mee. En die. Oké, ik heb helemaal geen zin om het te ordenen eigenlijk. Weet je wat? Ik doe alles gewoon in de key. Sorry hoor. Oké. En ik doe alles in de kist. En dan ga ik kijken van wat heb ik eigenlijk nou eigenlijk nodig. En dan ga ik dat weer eruit halen eigenlijk. Dat is mijn plan. Zo. Oh nee, verkeerde knopjes. Vis hebben we sowieso nodig, dus die kan ik gewoon laten liggen. Kompas hebben we sowieso nodig. Hekjes hebben we niet nodig, Nou, eigenlijk hebben we deze ook niet nodig. Ik vind het zonde, want we hebben deze. Maak dan geen diamanten pikken als je het toch niet gaat gebruiken, omdat je het zonde vindt. Staat natuurlijk ook nergens op. Oké, vis. Vis. Verder. Een zwaard. Nou, verder hebben we wel alles, denk ik. Hiermee kunnen we wel een mooie kat. Hier kunnen we wel een ocelot. Wat is een ocelot eigenlijk? In het Nederlands. Want dat. Een ocelot ook gewoon? Ik weet het eigenlijk niet. Voedsel moeten we ook zeker meenemen. Zullen we kippetjes? We nemen gewoon varkenslapjes mee. Varkenslapjes. Oké. Hey, hondje. Jullie willen varkenslapje? Oh ja, ja, ze eten vlees natuurlijk. Wacht even. Ik zal ze even wat kip en zo geven. Ik weet niet, straks gaan ze verhongeren en zo, dat heb ik ook geen zin. Oh nee, ik weet niet meer welke ik voedsel heb gegeven. Uh-oh. Nou, en jij nog? Hier. Nee, wel blijven zitten alsjeblieft. Zit. Juist. Oh, ze houden van me. Oh nee, ze houden van elkaar. Uh-oh. Ah. Ah, nee, een puppy. Een puppy. Ga nou even aan de kant, ik kan die puppy niet eens zien. Kom. Kom. Ik wil die... Juist. Zit. Oh nee, hij gaat verdrinken. Nee. Wat moet ik doen? Oh nee. Idioot. Wat is jouw probleem? Zit. Wil je dat nou niet meer doen? Oké, we gaan naar de jungle. Oh, mijn hemel. Puppy met een doodswens. Wat is...
Oh, mijn hemel, dat heb ik nog nooit gezien. Wat gebeurt hier? Oké. Oké, we zijn een beetje van de schrik bekomen. Oh, mijn hemel. Oké, we gaan naar de jungle. Waar was die ook alweer? Uh-oh. Daar geloof ik. Eigenlijk was het beter geweest als ik een bootje had gemaakt. Want dan ging het sneller. Ik wilde deze aflevering zoveel gaan doen, omdat... De laatste tijd doen we niet zo heel veel. Nou, jawel, we doen kleine dingetjes, maar... Ja, dat komt misschien ook omdat we al zo lang spelen. Huh. Oh, dat is... Ik vind het blijft griezelig. Ook al valt hij me niet aan. Het blijft griezelig. Even een wortel eten. BRB, even een wortel eten. Terwijl ik naar de jungle zwem. Hoeveel mensen kunnen dat nou zeggen? Even kijken. Hey, Kip. Hey, hey. Wie was er eerder? Jij? Of... Wie was er eerder? Hey, Kip. Was jij eerder of... wat een vraag. Ik denk, eerlijk gezegd, dat geen van twee was eerder. Ik denk dat dat... Ja, ik ben... Maar ik geloof in evolutietheorie. Dus ik denk dat de kip, zeg maar, langs... Daar is de jungle. Langzaam is geëvolueerd. En dat eigenlijk... Ja. Maar dan moet er toch een soort van iets daarvoor zijn wat dan een ei legde. En dat... Nou ja, ik weet het niet. Weet je, het is allemaal lastig. Ik denk dan moet er eerst eigenlijk een soort beest zijn geweest wat niet uit een ei kwam en die ging toen een ei leggen. Want anders kan het niet. Snap je? Dus dan is uiteindelijk is dan ver in de basis is de kip eerder geweest dan het ei. Zo, nou, dat vraagstuk is opgelost. Even kijken, we gaan creeper. We gaan een kat zoeken. Even kijken. Kijk, die zombies. Ze hebben een geheime vergadering. Wacht, we moeten spioneren. Moeten we spioneren? We hoeven helemaal niet te spioneren. Oh, eentje gaat er vandoor. Oh, hij heeft me door. Okay. Oh nee, hij praat nu met de skelet. Dat wil zeggen dat ze geheime plannen hebben. En als ik ergens niet van hou, dan zijn het geheime plannen. Oké, we gaan snel door. Oké. We gaan even een kat zoeken. Echt in de jungle zitten er eigenlijk ook... Mobs, creepers, zoals in creepers en zo. Ah. Wat? Oh, mijn hemel. Een scherpschutter. Een sniper. Sniper! Er zitten wel koeien in de jungle. Wie had dat ooit gedaan? Ik niet. Jungle zijn... koeien zijn nog niet echt bepaald. Jungle materiaal, om het zo maar even te zeggen. Hey, Enderman. Ik laat jou maar gewoon met rust. Laat ik wijs zijn. Het enige wat ik zoek is een kat. Rauwvis. Katje. Of heb je meer dan één rauwvis nodig? Het zal toch niet? Ik ga de bomen in, want ik word helemaal gek van die skelet. Is dat goed Nederlands? Word gek van die skelet of dat skelet? Dat skelet is het, hè? Ik word gek van dat skelet, ja. Oké, het is dat skelet. Hey, Enderman, heb jij toevallig een kat gezien? Geen kat, ik bedoel een ocelot. Ik weet ook niet wat het is in het Nederlands. Maar uiteindelijk, ze worden kat als je ze vis geeft. Ging het maar in het echt zo. Dat je gewoon wolven een bot geeft. En dan zijn het ineens honden. Want ik vind wolven wel echt wel mooie beesten, zeg maar. Dus als je een hond neemt, die lijkt op een wolf. Wauw, dat is mooi. Maar die hebben wij, we hebben er heel veel. We hebben er een stuk of zes, vijf, zes, zoiets. Ik hoop maar dat het goed gaat samen met die kat eigenlijk. Als we überhaupt een kat gaan vinden. Oh nee, dit is natuurlijk net als die jungle tempel vinden. Dat gaat natuurlijk nooit lukken. Oh nee, even kijken. Kotje. Oh ja, daar zijn we de jungle alweer uit. Zitten er in elke jungle ocelots of niet? Oh nee, dit is natuurlijk... Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. De kans dat ik zo'n beest tegenkom is even groot. Ik moest even hikken, sorry. Is even groot als dat ik een jungle tempel tegenkom. Misschien komen we gewoon een jungle... Dat staat nog steeds op mijn lijstje om te doen. Naast een kat is de jungle tempel toch echt belangrijk. Ook trouwens, de meeste mensen... Die vinden Gish helemaal niet zo het einde. En ik zit even te denken, misschien moet ik dan Gish maar even weer wegdoen voor iets anders... Heel veel mensen die willen dat ik Slender ga spelen, maar
Daar ben je zo snel op uitgekeken. Als je dat toch 2 keer speelt, dan is dat toch niet meer leuk. Ik weet niet, ik wil eigenlijk wel. Ik wil het wel doen als jullie het heel leuk vinden. Oh. Dan doe ik het gewoon. Daar niet van. Maar ik ben ook een beetje op zoek naar spellen die ik wat langer kan spelen, zeg maar. Maar in principe, ik wil best Slender doen. Dus als jullie. Zal ik dan Slender doen in plaats van Gish? Of moet Gish gewoon blijven? Ik snap het niet. Oh. Jullie willen wel originele series. Dus dan doe ik een originele serie. En dan is het weer te origineel. Oh nee. Oh. Nou ja, het is ook niet erg hoor. Het is niet erg. Jullie mogen best een beetje kieskeurig zijn. Dat is helemaal niet. Een kat! Een kat! Een kat! We hebben een kat gevonden! We hebben een kat gevonden! Dit is de beste aflevering tot nu toe. Kijk, 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 kijk. Oh nee, sst. Oh, rustig. Je moet ze rustig benaderen. Je moet ze rustig benaderen, want anders worden ze helemaal gek. Rustig, 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 rustig. Rustig, rustig. Rustig maar. Rustig. Rustig, rustig. Rustig, rustig. Rustig. Nee, niet rennen, niet rennen. Rustig, rustig. Hij is aan het rennen. Okay. Laat hem maar naar mij toe komen. Kijk. Okay. Wil je een visje? Wil je een visje? Hé. Hé. Hier. Oh, dit is moeilijk, jongens. Dit is moeilijk. Oh. Ocelot. Katje, kom. Pushen, pushen. Oh, dat klinkt vies. Oh, nee. Hier. Ja. Ja, is het nou... Hier, nog meer vis. Oh, nee. Is die nou nog steeds niet... Is nou nog steeds niet mijn kat? Uh-oh, kom. Oh, nee. Hij wil nu gewoon... Hij wil nu gewoon een andere. Hij wil een baby. Oh nee, ik wil geen babykat. Ik wil gewoon dat je tam bent. Oh nee. Kom hier. Kom hier, gekke kat. Hier. Hier. Oh, gekookte vis kan ik niet geven, zeker. Oh nee, dit is echt vreselijk. Ik heb er één, maar ik heb er geen. Oh, zo dichtbij en toch zo ver weg. Laten we even gaan vissen voor nu. Oh, het is tijd. Heel erg bedankt voor het kijken. Laat een reactie achter met. Jouw lievelingsvissoort, wat jij het lekkerst vindt. Wat vind jij het lekkerst? Tonijn, zalm. Oh, wat heeft hij vast in zijn handen? Wat heeft hij? Een schep? Waar ben jij naar aan het graven, gekke zombie? Het is tijd. Laat een reactie achter. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zie jullie morgen met een nieuwe Minecraft en een nieuwe Gish en een nieuwe Happy Wheels, hopelijk. Maar, even kijken hoe we dat gaan doen met Gish. Laat maar een reactie achter ook wat we moeten gaan doen met Gish. Ik ben heel erg benieuwd. Tot morgen. Later. Later.